Het seizoen zit erop en dus zien we de spelers van AZ1 voorlopig niet meer op het trainingscomplex in beide vormen. Wel wordt er nog volop getraind en gespeeld door de Alkmaarse jeugd. Jong AZ heeft vandaag voor het laatst getraind. Die gaan nu 4 weken op vakantie. En wij trainen met de andere teams nog 6 weken door. Omdat wij en te maken hebben met de competitie die later begint. Maar ook met name te maken hebben met de schoolgaande kinderen. Zodat ze ook daadwerkelijk als ze vakantie hebben, daadwerkelijk even geen voetbal en geen school hebben. Doel van de jeugdopleiding is om zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor AZ1. En dat lukt de laatste jaren vrij aardig. Kelvin Stenks, dit is het moment om toe te slaan voor AZ. Boadou, en wat een mooie goal is dit voor AZ. Zo hadden de zelfopgeleide spelers Boadou, Stenks, Wijndal, Koopmeiners en Hatzidiakos een groot aandeel in de prestaties van AZ afgelopen seizoen. Van welke van die 5 ben je nou het meest onder de indruk? Wie heeft nou de meest geweldige ontwikkeling gemaakt afgelopen seizoen? Kijk, als je puur kijkt naar wie is er dan het meest constant geweest, die afgelopen 2 seizoenen, wat hebben we het dan over? Vorig seizoen al die minuten gemaakt, dit seizoen al die minuten gemaakt. Ja, dan kom je wel uit op Owen, Teun, die dan zeg maar van die 5 het meest constante level hebben gehaald. Neerleggen voor Koopmeiners en die racht hem erin. Wat op zich ook niet zo raar is, want een aanvaller, ik ben zelf een aanvaller geweest, die zijn vaak wat grilliger. Dat gaat vaak met ups en downs, dus die kunnen ook wel wat wisselvallig zijn af en toe. Dat hoort ook bij de positie. Nou, wat ik typerend vind voor hun ontwikkeling is dat Owen bijvoorbeeld, 2,5 jaar in Jong AZ heeft gespeeld. En altijd heeft geroepen, hij moet me erop zetten. Als ik de kans krijg, dan sta ik er. Tegen John van der Brom was dat vooral. John van der Brom, ja. En als je dan terugkijkt, het moment dat Thomas geblesseerd raakte, heeft hij zichzelf erin gebeten. En hij heeft nooit meer losgelaten. Ja, ik denk in dat opzicht een heel mooi voorbeeld voor velen. Praatjes hebben, maar ook daadwerkelijk daarna handelen. Wel vaak aanspeelbaar. Nu Wijndal. En die zit er wel in. Daar is de 1-1. Als spelers het goed doen bij AZ, dan is het vaak het vervolg dat ze een volgende stap maken. Dat zal ook voor deze zelfopgeleide spelers het geval zijn. Gelukkig staat er ook alweer een volgende generatie te trappelen van ongeduld. We hebben natuurlijk Kenzo Goudmijn dit jaar bij de selectie. Thijs Oosting, die we tijdelijk een zijstap hebben laten maken naar RKC, die het daar gewoon heel erg goed doet. Maxime Gullit, die er al het hele seizoen meetraint bij de A-selectie. Thijs Veldhuis, Youssouf Barazi, die hun debuut hebben gemaakt in de Europa League dit jaar. Dus er zijn genoeg namen alweer op te noemen die uiteindelijk de leegte moeten gaan opvullen van de vertrekkende jeugdspelers. Hier is Maxime Gullit. Een kwartier iemand laten invallen. Dat is een mooie statement richting de speler dat hij goed bezig is. Wij doen het voor niets anders dan meedoen in die wedstrijd en daadwerkelijk invloed hebben op het resultaat.